Het zal ons niet verbazen als binnenkort in allerlei schuurtjes en loodsen in Friesland gebouwd wordt aan middeleeuws oorlogstuig. De organisatoren van het Open Nederlands Kampioenschap Eiwerpen in Makkum heeft definitief de slingerarm toegevoegd aan het programma. De Eiwerporganisatie hoopt dat technische scholen eiwerpinstallaties gaan bouwen en op zaterdag 9 juli mee gaan doen aan het eiwerpen met slingerarm in Makkum. Catch! Ja. Normaal is het eivangen in Makkum al een bijzonder evenement, maar compleet met lanceerinstallatie wordt het helemaal een spektakel. Een trebuchet of slingerarm is van oorsprong een middeleeuws wapen. Het schietuig was bedoeld om projectielen tegen of over vestigingsmuren te schieten. Projectielen waren in die dagen vaak karkassen van aan ziekte overleden dieren. Een goed gemikt schot vergiftigde de vijandelijke waterput en verspreidde ziekten als de pest binnen de muren. Bij de open NK-eiwerpen gelden gelukkig andere regels, zowel voor de bouw als voor de toepassing tijdens de wedstrijden. Alle info staat op www.eiwerpen.nl.